José Bliek. Ik ben vrijwilliger hier op de Sterrenwacht. Ik ben hier 7 jaar geleden begonnen. Eerst heb ik een cursus gevolgd, Sterrenwacht. En toen vroegen ze of ik geen rondleider wilde worden. Dat doe ik sindsdien. En inmiddels ben ik ook cursusdocent samen met 4 of 5 collega's. Nee, 15 miljoen. En de atmosferische druk is 250. Heel erg veel. Ik werkte bij een computermaatschappij. De Big Blue noemen ze hem wel. Ik was voor die maatschappij naar Zuid-Afrika gestuurd. En daar hebben we 5 jaar gewoond. En daar is de sterrenhemel prachtig. Dat heeft me wel gefascineerd. Maar ik was toch eigenlijk niet van plan om er een hobby van te maken. Tot we hier kwamen en ik ontdekte dat ik vlakbij de Sterrenwacht woonde. En toen ben ik op bezoek geweest en zo is het gekomen. Zo. Is die naam correct? Die hebben alleen nooit veranderd. September, oktober, november, december. 7, 8, 9 en decimaal. Kent u die? Mijn naam is Ernesto Lopez. En ik ben hier in de Sterrenwacht werkzaam als rondleider. Ik ben muzikus van beroep en heb ik altijd belangstelling in de sterrenzaken gehad. En toen ik met pensioen ging, dan had ik de tijd om een beetje meer in te verdiepen. En sindsdien mocht ik hier wat doen. Draait alles met dezelfde snelheid. Maar bij een gasbol kan dat wel, kan een gedeelte sneller draaien dan een ander. Want wij woonden in de buurt van Johannesburg, ten noorden van Johannesburg. En daar woon je op 1700 meter hoogte. En dan zie je dus veel meer sterren, heb je ook veel minder last van lichtvervuiling en stof en zo. En ja, dat was heel fascinerend. Dat was, als je daar in de bush zit, dan dat is werkelijk. Iedereen die tropenervaring heeft, zal dat bevestigen. En bijvoorbeeld ook Henny Gozemeijer, dat is de stichter van dit geheel. Die was ook in Indië geweest en had daar zijn militaire dienstplicht vervuld. En die was daar ook heel gefascineerd geraakt door die prachtige sterrenhemel die hij zag. En die heeft dus toen ook, toen hij terug was in Nederland, gezegd, hier maak ik mijn hobby van. En die heeft dus uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dit centrum dat hier nu 26 jaar staat. En voor die tijd had hij een activiteit op zijn boerderij in de buurt van Denenkamp. En toen hij is begonnen in Denenkamp met een groep jongelui om zich heen. En die heeft daar een soort volkssterrenwacht op gericht. Het observatorium, dat kleine hokje wat er bij ons hier in de tuin staat, is de oorspronkelijke sterrenwacht die hij had. Hij deed ook werk voor de NASA. En hij dacht, nou dat groepje dat valt wel uit elkaar, want dat deed het niet. Het werd zelfs enthousiaster. En zo is dat eigenlijk doorgegaan, tot het op een gegeven moment niet meer mogelijk was door de uitbreiding van Denenkamp met lichtvervuiling en dergelijke, om het goed te doen op zijn boerderij. En toen via de gemeente, via de provincie, is dit centrum gesticht. En dat heeft hij nog mee mogen maken. Hij is inmiddels overleden, maar dat was een geweldig succes natuurlijk, want het is een prachtig centrum. Goedenavond, van harte welkom in Planetarium. Mijn naam is Maarten Nielen. We zitten hier niet op school. Je hoeft geen vinger op te steken, want het wordt heel duister hier, dan zie ik dat niet. Als je wat wilt vragen, roep het maar gewoon. En we kunnen elkaar hier heel goed verstaan, en dat komt door dat bolle of holle plafond, hoe je het noemen wilt. Hier zit de zon. Zie je dat? En die haal ik even naar voren. Daar komt hij al aan. We reizen met een raket naar de zon. Kijk maar, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dit is dus de zon van wat is het. En dit zijn dan die zonnewinden die naar noorden veroorzaken. Kijk maar, dit. En dat zouden ze een andere besef hebben van de plaats die de mens, als de mensheid, zou ik moeten zeggen, in het universum neemt. We zijn niet zo belangrijk als enkele honderden jaren geleden gedacht werd. We zijn nog dichterbij. We zijn een klein, heel klein onderdeel van
alles wat om ons heen bestaat. Maar dat is voor, ook voor hobbyisten is dat onvatbaar. Dat is, ik bedoel, de grootte van het universum, daar, ja, dat gevoel van oneindig dat heeft iedereen. Dat raak je niet kwijt, denk ik. Je werkt in andere eenheden, dus je gaat wat makkelijker over een lichtjaar praten. Terwijl dat iets minder dan 10.000 miljard kilometer is. Dan zeg je, het is zoveel lichtjaar. Maar ja, gevoel heb je dan natuurlijk niet bij. Dat is zo ontzettend. We zijn zo'n heel klein stipje in het hele heelal. Ik heb al gezegd dat de maan van de aarde weggaat en dichterbij komt. De diameter van de maan is 3,5 keer zo klein. We hebben dus een programma als mensen komen. Het bestaat uit 3 delen. We hebben een filmzaal waar zo'n 80 man in kan. Die zitten er meestal niet, maar dan. En daar kunnen we 2 dingen doen. We kunnen daar een PowerPoint-presentatie geven, bijvoorbeeld over het zonnestelsel, of over een speciaal onderwerp wat actueel is. Dat programma duurt ongeveer 1,5 uur. Dan hebben we een planetarium waarin we naar de sterrenhemel kijken, de sterrenbeelden bespreken, de dierenriem soms. Of andere dingen. En tenslotte hebben we de telescoop. 'S Avonds kunnen we dan door de telescoop naar de sterrenhemel kijken. En er is altijd wel een onderwerp wat interessant is. En dat hele programma duurt met pauzes mee. En mensen die hier rondlopen in de douzalen duurt 1,5 tot 2 uur. Het grootste beloning die wij dan krijgen, meestal, is als we cursisten hebben die aan het eind van de cursus zeggen van, ik wil ook wel rondleider worden. Ja, ik ben zo enthousiast geworden door jullie verhalen, dat ik wil ook wel rondleider worden. En dat is eigenlijk de grootste beloning die je als docent kunt krijgen.